Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Yeah! In de vorige aflevering hebben wij het voor elkaar gekregen om een Master Sword te pakken te krijgen en een heleboel collector items. Ik zal zelf even kijken hoeveel dat we op dit moment hebben. We hebben nou 10 Night Crest en 18 Skull Necklaces. Wat eigenlijk heel erg goed is. Nou, het eerste wat we willen doen is... We willen naar een van die grote... We willen naar een van die hele grote wervelwinden. En die staat op een van de 3 driehoekeilanden. Dus daar gaan wij nou als eerste naartoe. Wat je wil zorgen dat je bij de hand hebt, is je pijlenboog. Zorg ervoor dat je hem op R hebt staan. Want R is het makkelijkste om dan ook nog eens een keer zo te sturen. We hebben op dit moment 4 hartjes schade. Op zich kan er geen kwaad. En normaal gesproken knip ik het zeilen eruit. Maar ik heb zoiets van nergens voor nodig. We zeilen gewoon die kant op. Tenzij dat we bij een verkeerd driehoekeiland uitkomen. En daar dus zeg maar niet zo wervelwind te vinden is. Dus ik zit nou hier te kijken. Daar hebben we een klein wervelwindje. Dat is niet de wervelwind waar ik het over had. Dus ik denk inderdaad dat we hier aan een knip gaan krijgen. Hoi Octorok, hoe gaat het ermee? Knip je, ja, gewoon. Dus ik zet heel eventjes naar... Ik ga heel eventjes naar een ander driehoekeiland, want... ik zie daar iets shinies. Weet je wel, we hebben nog helemaal geen treasure opgepakt, dus laten we gewoon zo'n treasure oppakken. Volgens mij zit maar 200 rubies of zo, dus... stop. Oké. En we hebben iets. Silver Ruby, 200 rubies, yay! Goed, wat ik hier eigenlijk wil mee vertellen is... op het moment dat je dus zeg maar... Dank je. Op het moment dat je een treasure chart opent... gaan dus automatisch zeg maar... die deuren voor je open. Dan moet ik heel eventjes kijken, want dan kan ik het beste die kant op. Dus nee, maar als je dan zeg maar die map, als je zo'n map opent... Dan krijg je dus automatisch tot er daar zo'n beam of light ergens zal open plaats springen. En zo kun je dus zeg maar die kistjes openmaken. En zo krijg je de rewards die we dus de hele tijd hebben laten zien. Nou, ik ga heel eventjes op zoek naar zo'n gigantische wervelwind. En ik zie jullie in een paar seconden. En daar in de verte hebben we er toevallig eentje. Nou, dit kan best wel gevaarlijk zijn. Maar geloof me, dit wil je doen. Je wil er recht op invaren. Word je meegesleurd. De Maloti komt tevoorschijn. Foolish creature who does not fear the gods. To the end of the sea with you, let the winds of Cyclo's wrath blow you away. Oh, misschien moet ik press B to blow. Wat je wil doen is je wil pijlen naar hem toeschieten. Kom op. Je hebt hier maar weinig tijd voor. Maar als je hem 3 keer geraakt hebt, is het al goed. En dan zie je eigenlijk ook hoe groot het was. That's a heck of an arm you got there. Darkplayer, kun jij dit inspreken? Ah, dankjewel. Ah, hou je mond, Zeldaplayer. Ik ken ook wel een beetje voice acting. And what an eye. No one ever been able to spot me in there before now. You obviously have mastered the air of the air. And now that we have established that you're quite the Wind Waker. Let's see if you can handle this. Nee, dat is betwijfeling. Mond dicht nou. Oké. Omlaag, rechts, links, omhoog. Oké. Omlaag, rechts, links, omhoog. Oh. Omlaag, rechts, links, omhoog. En we hebben de Ballad of the Gals geleerd. Wauw. In the hands of the Wind Waker like you, my adorable little cyclones will be as happy as can be. Now cause destruction. If you need move like the wind over the ocean deep, just call on my cyclones. Well, I guess I'll head home for now. See you down the road. Oké, Darkplay, dankjewel voor die voice acting. Ga nou maar weer iemand. Hush. Goed, als we die dus gaan gebruiken. Zelfde player, je hebt zelf iemand. Juist. Als we die dus zeg maar eventjes voor onszelf gaan gebruiken. Dan krijg je te zien dat je dus zeg maar op verschillende eilandjes terecht kan komen. Zoals hier bijvoorbeeld Windfall Island, Dragon Roost Island, Tingle Island, onbekend eiland nog, Southern Fairy Island, Forest Haven.
We kunnen overal eigenlijk naartoe. Nou zit er dus nog even kijken, volgens mij hier bij Windfall Island, zit het een en ander wat we nou dus willen doen. Nou, laat ik het zo zeggen. Er zitten maar een paar dingen die we willen doen. Want er is heel veel wat we op Windfall kunnen doen. Maar dat is eigenlijk voor iets laters. Dus nog niet op dit moment. Dan wil ik heel eventjes één ding even weten. Stop eens even met spinnen, want ik wil even iets weten. Dat was deze. Dat was mij weer op de B drukken. Heel erg leuk. Oké, ik wil heel eventjes de wind draaien. Naar noordwest. Want in het noordwesten is iets voor ons wat zeker nu meegebracht wil worden. Zeker voordat je dit allemaal gaat doen. Dus laten we daar heel eventjes naartoe zeilen. En ondertussen praat ik heel eventjes met jullie over weet ik voor wat alles. Zoals je daar ziet, in de verte zie je dus een heel bekend eilandje. Dat eilandje is heel erg belangrijk voor wat we gaan doen. Op Windfall zijn er, het is in een en ander nou te doen op dit moment. Heb ik trouwens deze al op mijn kaart staan? Volgens mij niet, nee. Hoeveel beten heb ik nog? Ah, ik heb nog 10. Hoppakee. Tenminste, ik dacht dat je deze nou al aankon. Hoop het. Duurt wel altijd eventjes. Maar vanaf dit punt gaat eigenlijk bijna al een wereld voor je open. Je kunt bijna nou alles al doen. Er is één ding wat je nog eerst moet doen. Wat we waarschijnlijk in de volgende aflevering gaan doen. Maar nadat, exploration open. Serieus, dan kun je zoveel onderzoeken als dat je wil. Ik zie weer een shiny licht, of is dat... Nee, dat is geen shiny licht. Oké. Okay. Ik zie wel onze smairfish. Onze smairfish die geeft ons natuurlijk weer even wat onzin over dit eiland. En laat het mooi weer op mijn kaart zien. Kunnen jullie ook eventjes weer heel even snel zien op welke dat we precies op de kaart zitten? Wel erg fijn om dat natuurlijk te weten. Ik bedoel, de hele tijd die kaart erin te editen om even aan te wijzen waar dat we zijn. Ja, dat is niet altijd nodig. Dus dat komt later pas tot het een beetje te vaak wordt gebruikt. Nou, wij openen onze zeekaart. En dan zien we dus zeg maar dat we op dit vakje hier zitten. Ach, een hartje. Wat leuk. Wat heb je erover te melden? The little shop on the mountain. Amazing treasure. Ik had amazing armor. Ja, dat doen we later wel. Smairfish, hou je mond. Smairfish. Smairfish, nobody cares about you. Smairfish, mond je mond houden. Oké. Volgens mij is deze gewoon al... Is deze al standaard open? Gaan we nou toch niet vertellen dat deze gewoon standaard altijd open is. En dat we hier gewoon eigenlijk al naartoe konden gaan wanneer dat we wouden. Dat is ook eigenlijk handig. Eens even kijken. Waar heeft die Miebes? Greetings from Windfall Island. Nou, graag gedaan. Oké. We hebben post. Good evening. Letters verstaan. We hebben een letter. Here's your letter. How are you doing, Stefan? Do you have enough of granny's soup? Where are you now? You may be closer than I suspect. Are you hungry? Are you keeping warm? You haven't injured yourself, have you? Been half dead. You always work so hard, Stefan. Do you have enough rubies? Your grandma doesn't have a lot. But I'm sending you everything I've saved up. As long as I have you and Errol, I don't need anything else. I just want the two of you to return safely. Love, grandma. En we krijgen dus 20 rubies van grandma. Wat lief! Nou, op het moment hebben we dus een max van maar 1000 rubies die we kunnen dragen, waar we dus al bijna op zitten. Maar als we hier naar beneden toe vallen, waar we dus eigenlijk al de hele tijd naar binnen konden komen zonder dat ik het eigenlijk wist. En ik dacht dat je hier bommen of pijlen voor nodig had, maar dat is dus helemaal niet. Zit hier een Great Fairy met 4 armen. Wat jullie creepy vinden, blijkbaar, want ik lees de reacties ook. Voor de nieuwe... Ja, is... daar straks. Young Waker of the Winds, allow me to aid you in your quest. Nou, vooruit dan. Volgens mij heeft zij press B to blow skills of zo, weet ik veel. We kunnen meer rubies dragen! 5000 rubies! Wat leuk. Ondertussen worden we ook automatisch geheeld, dus hoeven we ons geen zorgen meer te maken over de hartjes en alles. Alleen we kunnen geen extra empty bottle meer dragen op dit moment, dus hebben we zoiets van screw it, wij lopen weer weg. Want we hebben maar 2 bottles bij ons. Goed. Nadat we dus 5000 rubies kunnen dragen, wil ik heel eventjes, wat ik dus wou zeggen tegen de nieuwe kijkers, tegen de nieuwe subfans... Kijkers van Zelda Play 20, dank jullie wel natuurlijk voor jullie support erbij.
alle reacties die worden geplaatst. Ik zit nog steeds op het stadium tot ik alle reacties kan lezen. Dus ja, ik lees inderdaad alle reacties. Wat we nou gaan doen, dus we gaan heel eventjes terug naar Windfall. En dat is hier. Ja, we willen even terug naar Windfall. Want het is een nacht. Die je normaal alleen in Wind Waker ziet. Juist. Daar zijn we alweer. Ik vind het wel een stuk makkelijker. Dan hoeven we niet heel de pokkenhand elke keer met te zeilen. Wat we eerst eventjes willen doen is... Ik wil heel eventjes wat Ruby verpesten heel even aan hier. Mag ik heel even? Toch even wat beter een... Hoi! Per even kopen. Die heb jij niet. Oké, okay, nou dan... Oh, it's all a plan to do business and buy something. Ja, geef mij nog maar heel eventjes wat beet dan. Ja, thank you. Je mag je mond houden. Thank you. Oké, dat zat. Hou nou maar je mond. Bye. Doei. Goed. Het eerste wat we hier nou kunnen doen... nou dat we hier komen met een windweek hoor... Nou, ik weet niet. Volgens mij kon je dit niet eerder doen, of wel? Volgens mij niet. Of ik heb hem al geleerd. Heb ik hem al geleerd? Nee, ik heb hem nog niet geleerd. Dus ik weet niet. Volgens mij kon je dit al eerder doen. Op het moment dat je... Nee, dat kun je hier niet eerder doen. Sorry, kun je niet eerder doen. Op het moment dat je de Tower of the Gods hebt gedaan, dan kun je dus zeg maar... Of ja, wanneer dat je eigenlijk de bommenquest al hebt gedaan, of wanneer dat je hier langskomt, heb je hier Elvis! Oh, no, that's not it. That's just not it. And the problem is, even though that's not it, that isn't it either. Hey. Oh dear, pardon me. Pardon me, guy. I was so fully and woolly. Nou, ik zal hem eigenlijk proberen een Elvis stem te geven. Oh dear, pardon me. Ho ho, swim, baby. Pardon me, guy. I was so fully and woolly absorbed in my dancing that I didn't even notice little old you standing here. I am Todd. I love dancing more than ever in these mills. A day, you know, you will come to know me as the world's chair magic dancer extraordinaire. Ready, guy? A one, a two, a one, and a two. Oh yeah, say, guy, you know what I was just reminded of? Long ago, I met this delightful little guy who performed his little most dazzling magic dance. A dance that turned night into day right before my very eyes. I can't remember those fabulous dance moves, but I just can't seem to get that intricate rhythm down. Do you think you know the rhythm, guy? Oh, well, dat was heel eventjes, Zien dit? Oeh, oeh, tja! Oeh, oeh, tja! That's it. That's the rhythm I've been trying to recall. Oh, I can feel it. I can feel it, guy. Oké, okay, dus We hebben de Song of Passing geleerd! That's it, it's perfect. I'm perfect now. Let the sun shine on. This cold never bothered me anyway. Hey, what's the matter? Nothing happened, nothing at all. Why? Omdat het alleen maar gebeurt als ik het nou nog een keer ga spelen. En daar heb ik geen zin in, want we willen juist tot de dag. Ik wil hier helemaal niet naar beneden. Ik wil hier niet naar beneden. Ik wil hier niet naar beneden. Ik wil... Nee. Ik wil hier niet naar beneden, jongens. Kom op. Moet ik er helemaal omheen? Oh, ik moet helemaal omzwemmen. Fijn. Leuk als je iets probeert uit te leggen dat het helemaal fout gaat. Dus, want er zijn hier nou een paar dingen die ik eigenlijk even out of the way wil hebben. Nou, er is hier nou maar op dit moment één... En dat gaat ervoor zorgen dat het spel een stuk sneller zou gaan. Want zoals ik al in de vorige aflevering heb gezet... Ik heb ik weet niet hoeveel reacties gekregen over dat er in de Wind Waker HD... meer dat je dus zeg maar een snelle zeil kan halen. Dus, als je met deze gast praat... Well now then, good evening. Yes, yes, I'm a fan of them. Als je met deze gast praat, die heeft dus zeg maar een soort veiling voor je. En daar kun je dus zeg maar aan deelnemen. Wat je wilt doen, is je wilt dus met hem praten. Ja, we willen meedoen met de veiling. Ja, dus hou op met praten en start gewoon die veiling. Ja, daar ben ik blij mee. Dus schiet er maar op. We weten hoe dat het werkt. Want ik ga het nou uitleggen. Je hebt een paar meloten staan. Van Windfall. En die gaan bidden op de volgende items. Hij gaat je vertellen welke item je op kan bieden.
Dus welke item krijgen we nou als eerste? Dat zou wel fijn zijn. This! Een treasure chart. Nou, een treasure chart op zich, er zit een hele goede tussen en een hele slechte tussen. Ik weet niet welke dat het is. Maar ik wil hem hebben. Dus, dan kan ik gelijk al eventjes mooi uit gaan leggen hoe dat het veilen in precies in zijn werk gaat. Ik laat één veiling helemaal zien en de rest krijg je gewoon op het einde. Wat je wil doen is het begin met 5 rubies, dus ik denk dat dit al sowieso te slecht is. Deze is absoluut de moeite niet waard, maar we gaan het gewoon doen. Je ziet een A-knopje, die vult zich heel erg langzaam. Maar wat je wil doen, als je op A-button best, dan vult dat balkje zich. En bijna voordat de tijd voorbij is, wil je dus eigenlijk zeg maar bieden. Dus je hoopt dat hun zo min mogelijk gaan bieden, waardoor dat het dus goede koop blijft. We zitten nu op de 11. En als je dus een extreem hoog bot, dan zijn hun helemaal eventjes weggeblazen van, hoe kan hij zoveel geld hebben? En zo kun je dan zeg maar aan de items komen. Sommige items zijn goed, sommige items zijn slecht. Deze daarentegen, ik weet zeker dat deze een van de slechte is, maar dat maakt niet uit. Dus wij wachten gewoon heel eventjes op tot deze klaar is. Ja, let us stop here. Als je heel eventjes wil zien hoeveel tijd dat er nog in zit, dan gaan wij heel even met de match. Kom op, we hebben een button bash champion. Dank je. Nou, het duurt nog 39 seconden voordat we dus iets hebben. Dus ik doe nou maar 37. Keep trying, little guy. En het gaat naar 40. Nou, ik denk dat we deze ongeveer kunnen krijgen voor zo'n... Nou, laten we zeggen 80 rubies. Hooguit. Nou, we zitten op 74. Hoor ik meer dan 74. We hebben bijna geen tijd meer. Ik zit op 47. Hoor ik ondertussen nog meer. Ja, we hebben 57. Die gaat in één keer omhoog met 10. We gaan naar 61. We zitten in één keer op 61. Waarschijnlijk wordt dit een heel duur grapje. Dit wordt een heel erg duur grapje, dames en heren, jongens en meisjes. We kunnen het niet voorstellen. Ik hoor 67. We zitten op dit moment op 67. En ondertussen wordt er op de A-knop gedrukt en dan wil hij hem bieden. Maar helaas, we hebben een vrouwke die zegt 77. We zitten op 77. Het wordt in één keer heel erg duur. Dit grapje wordt heel erg duur, jongens. We zitten op 81. 81 hoor ik daar. 85 van de oude meneer met de groene jas aan. Waarom ook niet? Of groene shirt. Dat maakt niet echt zoveel uit. Ondertussen gaan we naar de hele grote zeller. En die zegt 89 rubies. We zitten op 89 rubies. Hoor ik meer. Eenmaal. Andermaal. Nee, we horen meer. Ondertussen komt een andere met zijn bruine jekje aan. En die zegt 97 rubies. 97 rubies. Eenmaal. 97 rubies. Andermaal. Want er is niet meer zoveel tijd left. Zijn we klaar met bidden? Nee, we zijn nog niet klaar. Het is 105. We zitten op de 105. 109. We gaan naar 109. We gaan ondertussen van 109 naar 115. Van 115 gaan we naar 119. Ik hoor niks meer. 5 seconden nog over. Is het einde van alles? Nee, we gaan nog één keer omhoog met 125. 125 eenmaal. Nee, we hebben ondertussen onze Stefan. En wat zegt 100 Stefan? 100 Stefan? Nou ja, maakt niet uit. 150. 150 rubies! Oh my dearest, incredible, the drama, everybody is speechless! Nou, en als je dat hebt, is iedereen dazzled en gaat niemand meer bieden en is de item van jou. Tadaa! We hebben een waardeloze treasure chart! Want Stefan heeft hem gekocht voor 150 en nou gaan jullie lachen. Congratulations! You got a treasure chart! En jullie zien de reward. Als ik denk dat deze kaart is, welke kaart dat ik denk dat het is, lachen jullie me nu uit, want dan weten jullie ondertussen wat er gebeurd is. Oké, nou. Hij dankt ons voor mee te doen. Hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Ik ga eens heel eventjes kijken welke treasure map dit was. Yep, het is deze. Oh mijn god. Maakt niet uit. Ik ga nog heel eventjes die andere action ook eventjes doen. Dus eventjes een snelle montage van wat we dus zeg maar kunnen krijgen hier. Zoveel geld als wat we hebben natuurlijk. Een joy pendant. Serieus. Mag ik weg? Mag ik alsjeblieft weg? Ja. Volgens mij is dat een nieuwe optie. Volgens mij kon je niet eerst weglopen en moest je echt heel die action aflopen en dat was gewoon zwaar vervelend. Goed, nog maar een keer proberen. Een piece of heart. Die willen we zeker hebben. Dus laten we maar gaan bidden. Waar beginnen we mee?
80 rubies. Dit wordt duur. Oké, we hebben nog 5 seconden. En je gaat dat automatisch. Omdat het balkje, dat vult zich ook automatisch. Dus ik ga gewoon zeggen 250 rubies. Dat is eigenlijk best goedkoop voor een piece of art. Waarom die andere gasten een piece of art willen hebben, dat weet ik ook niet. Dus ik ga gewoon dat zeggen. Incredible! Oké, nou even voor de zekerheid. Ja, nog 5 seconden. Oké, we hebben hem. 250 is op zich niet echt duur. Als je nagaat dat je gewoon een piece of art ervoor krijgt. Ergens anders betaal je bijna gewoon het dubbele. Dus, dear me. Let's just say congratulations. Ja, we weten ondertussen wel. Dus we hebben weer een piece of art verzameld. En daarvoor hebben we er dus nog 3 nodig. En dat kostte 250 rubies. Dus ik denk dat ik nog wel genoeg geld heb voor 1 action. Veiling gebeuren. Dus we doen er nog eentje. En dan, tot zo. De Swift Sale. Is zeker een item die we willen hebben. Nou, als de piece of art 250 is, ga ik echt niet denken dat deze vele malen duurder zou worden. Want, nou oké, ik heb niks gezegd. Hij begint al met 100, dus ik hoop dat ik genoeg heb met mijn 374. And... begin! Oké. We zitten op 202, dus ik ga gewoon kijken. We hebben nog 3 seconden op de klok, dus ik ga gewoon proberen om goede koper te krijgen. Piece of art begon met 80. En die hebben we gekocht voor 250. En ik wil de Swift Sale hebben voor 240. Oh dear me. En... it's mine. Dan moet ik er wel heel eventjes bij zeggen. De Swift Sale is alleen maar te krijgen in de Wind Waker HD versie. Dus voor de GameCube spelers heb je helaas geen Swift Sale. En de Swift Sale is heel erg handig om te gebruiken. De Swift Sale is een van de handigste items dat ze hebben toegevoegd in de Wind Waker. Maar, voordat ik dat laat zien, ja, moet ik helaas zeggen dat we al best wel lang in deze aflevering zitten. Dus hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Er is nog 1 item die we hier zouden kunnen kijken, nog 1 treasure chart. Maar die bewaar ik voor de volgende keer, omdat we nou niet meer zoveel geld hebben. Dus wat ik ga doen is, ik ga jullie natuurlijk zoals altijd eventjes weer mijn outro dingetje erbij pakken. Ik ga jullie sowieso bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Dus, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda, The Wind Waker in HD. Yeah! Wel jammer dat ik zoveel geld ben kwijtgeraakt. Oh. Tot morgen jongens. Doei!